In het college is de volgende vraag gesteld. We hadden de factor goodness en daar hadden we een histogram van gemaakt. En de vraag die gesteld werd was hoe het nou kon dat we hier maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bars hebben. Terwijl we in de factor kunnen zien dat de getallen 1 tot en met 9 voorkomen. En daar had ik niet helemaal een antwoord op paraat. Maar ik heb nog even gekeken en it is all about the bins. De bins, een bin is in een histogram de ondergrens en de bovengrens van de bars die hier als het ware zijn, worden weergegeven. En dat is de bin size. Je kan je in R ook groter of kleiner maken. En het punt is hier een beetje dat hij bij 1 begint en zomaar alles tussen 0 en 1 overslaat. Dus als je alles wil weergeven, dan moet je aangeven dat de bin size wat een grotere range heeft. In ieder geval bij 0 begint. Dus om dat te doen zetten we de histogramfunctie op break. Breaks. En die laten we lopen van 0 tot en met 9. En nu vertel je de histogramfunctie dat die bij 0 moet beginnen en tot 9 moet lopen. En als we dat doen, dan zien we dat die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bins heeft. En dat klopt ook met de data die we hebben. En vervolgens hebben we ook nog geprobeerd om die density eruit te halen. Density daar. En ook hier zie je nu dat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waarden zijn weergegeven.